Jolanda, hier, ja, Barcelona, EK. Had jij dat 2 weken geleden verwacht? 2 weken geleden, misschien wist ik toen net een heel klein beetje, zeg maar, dat er nog een hele kleine kans was. Maar ik had het niet verwacht, nee. Hoe is het met jou gaan sinds zondag, sinds dat jij dat hebt gehoord? Ja, nou, de knop is natuurlijk wel omgaan in mijn hoofd natuurlijk. Toen ik het definitief wist, toen had ik wel zoiets van oké, we gaan er nu ook gewoon voor. We gaan nu gewoon uitrusten en we gaan zorgen dat we de vrijdag en zaterdag gewoon staan. En dat gaat eigenlijk heel erg goed. Greg, jij hebt wel een 13-1 gelopen, maar niet voldaan aan de limiet. Hoe is het voor jou om hier op deze manier een toernooi binnen te komen? Anders dan anders, omdat ik dit is inderdaad de eerste keer dat ik geen limiet heb gehaald. Dat ik toch naar een toernooi toe ga. Maar goed, ik ben ook zeg maar nooit zo geblesseerd geweest als ik nu ben geweest. Dus wat dat betreft klopt het wel zeg maar in het plaatje. Was het echt een Jaap van 15 centimeter? Ja, ja. Ja, het was echt een flinke scheur. Ja. Ik ben zwaar geblesseerd geweest. Ja. En hoe heb je wel een beetje verborgen voor de buitenwereld, toch? Niet echt in de publiciteit geweest dat die zo groot was, maar... Hoe groot is hij nu nog of is hij helemaal weg? Nee, die is helemaal weg. Als ik nog geblesseerd zou zijn, dan zou ik echt absoluut hier niet zijn. Maar het is niet zo dat ik het verborgen heb gehouden. Ik heb alleen, ik heb wel telkens gemeld aan de atletiekunie van, ik ben nog geblesseerd. En alleen voor mij is het niet van belang of ik nou een scheurtje van 2 centimeter of een 15. Je bent geblesseerd en ik kan geen wedstrijd doen. En dat vond ik eigenlijk heel erg. En voor mij, ja, net wat ik zeg, kijk, ik ben heel zwaar geblesseerd geweest. En dat gaat nu wel goed. Alleen mij maakt het niet uit of het een scheurtje is of een verrekking. Als ik geen wedstrijden kan doen en ik ben geblesseerd, dan is dat voor mij even erg. Wat zijn jouw verwachtingen in dit toernooi? Nou ja, ik denk natuurlijk dat ik niet echt verwachtingen mag hebben. Maar goed, ja, als je natuurlijk 2 maanden eigenlijk getraind hebt en vanuit het water eigenlijk bent begonnen met wandelen op de atletiekbaan tot aan... Inderdaad, dat je op het EK staat. Ik verwacht niet heel veel. Maar ja, ik zou hier natuurlijk ook niet staan als ik echt helemaal niks zou kunnen. Dus ja, maar goed, we gaan 7 keer ons best doen. En dan gaan we zien waar we gaan eindigen. Wat zijn jouw verwachtingen in dit toernooi? Kijk, ik heb natuurlijk wel een bepaalde verwachting. Anders kom ik hier niet naartoe. En die verwachting is sowieso dat ik dicht tegen de finale wil aanlopen. Je weet niet. Ik weet niet wat ik kan na 4 wedstrijden. Of ik 13-40 kan lopen of ik naar 13-90 loop. Maar ik hoop natuurlijk wel, zeg maar, eerst om in de finale te komen en dan zo dicht mogelijk tegen de finale aan te lopen. Die 13-1 in Madrid, wat is die nou echt waard? Ik weet van mezelf dat de race hartstikke goed was. En dat is het belangrijkste voor mijn zelfvertrouwen, voor het gevoel. Maar voor de rest is het heel weinig waard. Omdat... één is het handtijd en 2, de wind was ook nog eens een keer te sterk. Maar goed, voor mij was meer wel weer een bevestiging dat ik in ieder geval goed heb getraind, zeg maar. Want ik heb dat al gelopen, zeg maar, uit mijn trainingen voor mijn blessure. Waar heb jij vooral zelfvertrouwen uitgehaald? Ja, dat zijn ook wel de trainingen natuurlijk... Die je natuurlijk de eerste 3-4 weken, dan train je eigenlijk alleen maar om weer te kunnen trainen. Dus dan doe je vooral heel veel fysieke arbeid. Maar goed, op een gegeven moment komen natuurlijk onderdelen. En op een gegeven moment zijn we natuurlijk best wel snel wedstrijdspecifiek gaan trainen. Omdat ik natuurlijk heel graag Europa Cup wilde doen. En dat hebben we gewoon doorgetrokken. Dus ja, ik haal mijn vertrouwen natuurlijk wel uit mijn trainingen. En zeker de afgelopen dagen natuurlijk, als dan de kwaliteit komt in de training en de rust. En dan hoop je dat je net op tijd in vorm bent. Is er een risico wat je neemt door hier deel te nemen? Nee, ja, ik denk het zelf niet meer. Want medisch ben ik wel echt natuurlijk goed door de molen gehaald. Medisch mag ik hier starten. Anders had ik hier natuurlijk nooit een startbewijs gekregen. En ik voel ook gewoon echt niks. Dus dat is natuurlijk wel wat mij natuurlijk gewoon... Uiteindelijk, als je zo ernstig geblesseerd bent geweest... heb je eerst nog een periode waarvan je ook voel iets. Oh nee, ik voel toch niet. Ik voel wel iets. Ik voel niet iets. En op het moment dat dat weg is... Dan weet je gewoon dat je weer, zeg maar, echt voluit durft te gaan. En ja, die fase zit ik nu, zeg maar, net. Neem jij risico? Nee, want als ik risico zou nemen, dan betekent dat ik ook niet helemaal fit zou zijn. Het enige, zeg maar, waarom ik niet fit zou zijn, is omdat ik dus niet goed heb kunnen trainen, zeg maar, bijna 8 weken lang.
Maar voor de rest loop ik geen risico om de spierkop meer kapot te maken. Want hier zitten eigenlijk twee medaillewinners op de EK, al twee in terreinen. Zilver, zilver. Zilver, zilver. Hetzelfde schuitje. Bijna. Ja, als je het zo bekijkt wel. Ja. Ja, we allebei geen limiet, maar wel, ja, kijk, wel Jolande, ja, wel fit genoeg. En dus, wel mentaliteit. Ja, tuurlijk. En ja. Attitude. En attitude, inderdaad. Kom op, zeg. Ja, dat ook. Dus ja, man. En clubgenoten. Precies. Goed. Amsterdam. Die zijn boegbeelden van de Nederlandse atletiek. Voel je dat of merk je dat aan hoe mensen tegen je doen, hoe mensen reageren? Niet nee, echt. Nee, niet echt, maar nee, ja, kijk, wel op basis van je ervaring. Als Peter bijvoorbeeld zegt, je hebt een paar routiniers, ja, dan kijk je in de zaal en denk je van, ja, vanaf 2002 heb ik eigenlijk wel elk toernooi meegemaakt. Twee Olympische Spelen, WK's, nou, Jolanda is negende op de Olympische Spelen. Ja, weet je, ik bedoel, ja, dan heb je wel zoiets van, ja, dat heb je maar wel mooi bereikt. Ja. Wat ontbreekt nog aan jouw carrière? Ja, jij bent natuurlijk wel een stukje jonger dan ik, Rijk. Maar wat ontbreekt er sowieso nog aan jouw carrière? Als we er even uitgaan dat die nog heel lang is. Nee, ik ontbreekt natuurlijk nog best wel een stukje natuurlijk. Als je natuurlijk best wel jong natuurlijk negende wordt op de Olympische Spelen. Dan heb je 4 jaar de tijd natuurlijk om nog een paar treetjes omhoog te kunnen komen. En ja, daar hoop ik gewoon nog wel natuurlijk iets weg te pikken natuurlijk op grote toernooien. Wat ontbreekt aan jouw carrière? Ja, je maat van de Westen die is een paar jaar ouder, dus die gaat nog heel goed mee. Dus daar kun jij ook nog wel van uitgaan, denk ik. Ja, dat ook. Maar wat er nog ontbreekt is een finale plaats. Buiten, natuurlijk. Dat staat vast. Kijk, indoor heb ik dan wel een medaille gewonnen. Maar buiten wil je natuurlijk heel graag in de finale staan. Dat ontbreekt er nog. Stel dat je dat dit toernooi haalt, dan ben je klaar. Dan ga ik stoppen, ja. Nee, natuurlijk niet. Maar dat is wel zeg maar waarvoor je het ook wel, waarvoor je ook zo hard traint. En natuurlijk, Londen is een doelstelling, zeg maar, om daar in de finale te staan. Maar dat is wel, als je nu zegt van ja, wat wil je nog? Is natuurlijk nog wel buiten in de finale staan. Dat heb ik nooit gehad. Alleen bij een jeugdtoernooi. Dus dan heb ik ook wel een medaille gehad buiten. Maar je wil natuurlijk bij de senioren ook in de finale staan. Jullie hebben medailles gehaald. Dat zijn in tijden geweest dat je dus echt super bent. Alles gaat goed. Zijn jullie nu op zoek naar dat gevoel wat toen was? Nee, ja, voor mij niet heel erg. Want ik ben natuurlijk heel lang, mocht ik echt helemaal niks doen natuurlijk. En op een gegeven moment, als je dan weer echt iets mag doen. Nou ja, ik ben natuurlijk 2 keer eerder begonnen met opbouwen toen het zeg maar misging. Toen kwam natuurlijk de blessure gewoon heel hard terug. En, maar als je dan echt voelt dat je er weer doorheen bent, zeg maar, dat je echt voelt dat het lijf weer wil, weet je wel, dat het niet uitmaakt of de coach zegt nog 2 keer, nog 3 keer, nog 5 keer, al moet ik het nog 10 keer doen, prima, kan ik. Terwijl in het begin was echt zo van, nou, als ik het 1 keer doe, yes, ik ben er weer. En nu heb ik gewoon zoiets van, oké, prima, moet ik nog een keer springen, spring ik nog een keer. En dan voel je pas dat je weer fit bent. En dan dat gevoel van gewoon fit zijn, dat is voor mij in ieder geval een van mijn kicken die ik in ieder geval kan hebben. Ja, wat Jolande zegt is precies zo. Als je in vorm bent, dan heb je echt zoiets van... ik zeg dan meestal tegen Uli van... Die zegt altijd een tijd wat ik moet lopen. En dan zeg ik... 1 keer, 2 keer? Ja, 1 keer, 2 keer. Of ik zeg van, Marcel, wil je 1 meter voorsprong of 2 meter voorsprong? Ja, dan ga je natuurlijk wel. Maar dat betekent dus dat je in vorm bent. En je voelt je lekker in je vel. Of je nou een chocolaatje eet of je nou dit eet. En dat betekent dat je goed zit. En als je gaat twijfelen en noem maar op. En dan, wat kan ik? Of ik ga toch extra om mijn voeding. Misschien toch een kilootje minder. Of dan weet je al dat je... Ja, dan moet je uitkijken. Het crackset is gewoon waar. Kijk, als je in vorm bent, dan maakt niet uit. Of je welke spijks je aan moet doen. Of welk pakje. Of maakt echt niet uit. Dat je echt zoiets hebt van, nou, kom maar op. Ja, dus echt, dat is een heerlijk gevoel. Dat is echt een heerlijk, daarvoor doe je het. En juist, ja, het is echt verslavend. En daar zoek je wel de hele tijd naar. Maar zoiets gebeurt hoor, want het kan ineens komen. Dat je dat ineens hebt van, nou ja, ik stap uit bed en kom maar op. Ja, ik loop wel, ja. Laat me nu maar lopen. En ik loop gewoon keihard. En dat is mooi, dat je niet hoeft na te denken. Maar als je eenmaal tijdens het lopen... aanmoedigingen hoort of je ziet iemand op de tribune of je gaat nadenken, dan is het eigenlijk gebeurd. Dan is het over.